Hallo. In deze video wil ik je laten zien hoe je grud acties kan doen op een MongoDB-server. We gaan in deze video een database aanmaken, collection aanmaken en daarin documents neerzetten die we daarna ook eruit gaan halen en weer gaan updaten en verwijderen. Ik gebruik zelf altijd het cloudplatform Atlas bij MongoDB. Daar kan je een gratis cluster aanvragen en daar kan je dan tegen aanpraten. Maar je kan natuurlijk ook een lokale installatie doen van MongoDB en dat gebruiken. Voor mij is alles al gesetupt, dus ik hoef alleen nog maar verbinding te maken met dit cloudplatform met de database en dan kan ik daar aan de slag. Het enige wat ik nog moet doen is verbinding maken met het cluster en dan de commando's ingeven. Nou, ik druk op connect en ik maak gebruik van de shell van Mongo. Dat doe ik expres omdat ik daar de meeste commando's kan geven en dan is het het meest duidelijke wat je precies moet doen. Er zijn ook wel tooltjes die je kan gebruiken zoals Compass. Maar ik raad je aan dat niet te doen. Want zo leer je eigenlijk niet de echte commando's die onder, eh, onder die verzoeken liggen. Dus gebruik alsjeblieft de Mongo shell. Daar heb je wel een driver voor nodig. Die driver heb ik al geïnstalleerd. Maar als je die niet hebt geïnstalleerd, kan je hier kijken hoe je dat moet doen. Ik heb hem al geïnstalleerd. Ik hoef eigenlijk alleen nog maar de connectiestring te kopiëren. En deze ga ik zo direct in mijn terminal plakken, of in een command line als je Windows gebruikt. En zo maak je dus verbinding met het platform en dus met de MongoDB server die online staat. Dus ik open mijn terminal en ik plak uh, die connectiestring die ik net uit de website heb gehaald hierin. En hij vraagt om mijn wachtwoord. En uh, ik maak verbinding dus nu met de server. Als ik wil weten welke database hier nu in zit op dit systeem, kan ik gewoon zeggen show dbs en uh, dan krijg ik alle databases die in de uh, MongoDB-server zitten. Nou, dat zijn er op dit moment twee, admin en local. Nou, die krijg je altijd. Dat zijn systeemdatabases, daar hoef je verder niet aan te zitten. Uh, die zitten er gewoon altijd in. Uh, dus met andere woorden, er, deze database is voor de rest helemaal leeg. Alleen de systeemdatabases zitten erin. Nou, wat ga ik doen in dit voorbeeld? Ik heb een uh, aantal restaurants geselecteerd. Ik ga namelijk een soort uit eten app maken waarin je een soort rating kan doen. Uh, daar heb ik een uh, leuk restaurant geselecteerd in uh, Hilversum bijvoorbeeld. Daver de Griek. En uh, dat gaan we proberen in deze MongoDB server te zetten. Nou, ik heb dus verbinding met, uh, of ik heb verbinding met de uh, server... Ik ga een database aanmaken en dan typ ik gewoon in use uit eten. En als ik dat doe, zegt hij, oké, okay, switch naar de database uit eten. Nou zou je kunnen denken, huh, dat kan toch helemaal niet, want er zit alleen maar admin en local in. Maar op het moment dat je use doet, wordt automatisch deze database aangemaakt op het moment dat je de data in gaat stoppen. Dus dit gaat helemaal automatisch, dus je hoeft niet een database te creëren. Je kan gewoon iets gebruiken en op het moment dat je dat gebruikt... Door de documents in te zetten, dan wordt deze automatisch aangemaakt. In MongoDB wordt data bewaard in documents en documents zitten altijd in collections. En de collections zitten weer in de database. Nou, we hebben nu wel een database aangemaakt uit eten, maar we moeten nu nog een collection aanmaken waarin we uiteindelijk die documents gaan hangen. Nou, een collection aanmaken werkt hetzelfde als bij de database, alleen gebruiken we nu het commando db omdat we de database hebben gekozen, is alles wat we willen uitvoeren op deze database in de variabele db beland. Dus als we db. doen en dan kunnen we rechtstreeks de collection kiezen die we nodig hebben. In mijn, in mijn geval is dat restaurants. Dus ik maak hier db.restaurants en dan ga ik eigenlijk naar de collection restaurants toe. Nou, hetzelfde weer. Uh, met de database, die collection bestaat natuurlijk helemaal niet. Die bestaat pas op het moment dat we de data in gaan stoppen. Dan bestaat deze collection. Dus nu is het nog puur fictief. Uh, we kunnen ook bijvoorbeeld kijken wat erin zit. Hè? Bijvoorbeeld zeggen: db restaurants.find. Dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger van de select uit de database. Find. En die geeft niks terug. En dat klopt, want er zit ook niks in. Dus wat het eerste wat we gaan doen, is we gaan iets toevoegen. Dus we gaan in de collection restaurants uh, iets toevoegen. En dat doen we met insert, insert one. Als we één document hebben, kunnen we insert one doen. Uh, zo direct zou je zien dat je, als we heel veel documenten hebben, dat we insert many kunnen doen. Maar we doen nog even insert one. En tussen deze uh, haakjes komt het JSON bestand wat we willen inserten. Dus nu uh, is er dus niks. Uh, nou, wat willen we inserten? Ik heb dus dat restaurant Teferna de Griek uit Hilversum. Dat is een JSON-bestand, dus dat selecteer ik gewoon eventjes. En ik ga deze data dus plakken in, de insert one, in het insert1-commando. Dus dan ga ik even terug naar mijn uh, terminal. Ik heb hier mijn insert1. Ik plak gewoon het complete document. En uh, ik moet natuurlijk sluiten met een, een haakje sluiten. Dus tussen deze en dit haakje zit mijn JSON-bestand. Ik druk op enter en je ziet dit wordt nu toegevoegd en dat weet ik omdat er acknowledged staat is true. Dus dat betekent het is ge goed gegaan en uh, wat MongoDB altijd doet is een object ID meegeven. Dat kan je ook in principe met de hand meegeven, dus je kan je eigen object ID maken. Maar als je niks opgeeft dan creëert uh, MongoDB voor jou een eigen unieke object ID. Dat zie je hier staan. Dus elk document moet altijd iets unieks hebben en dat is het object ID. Nou, dat wordt nu ingevuld en als ik nu kijk naar mijn uh, find, dan zie ik hier mijn record. Nou, het ziet er niet zo heel fijn uit, dus je zou hierachter nog pretty kunnen zeggen. En dan uh, is de opmaak ietsje fijner, dan kan je het iets duidelijker zien. Hier zie je dus dat het, uh, ja, dat mijn uh, object is aangemaakt. Je ziet het object ID, je ziet al die gegevens die ik erin gezet heb. Dus als je hier... Even kijk nu naar de database, show dbs, dan zie je ook dat er opeens een database bij is gekomen uit eten. En dit is dus allemaal uh, aangemaakt omdat ik er een document heb ingezet. Dus dit is de eerste stap. We hebben in ieder geval een document in de MongoDB server neergezet. Uh, volgende stap is: misschien uh, willen we wel de rating wat gaan updaten. Dus je ziet hier uh, dat de rating uh, 99 is. Dat is misschien al een beetje hoog. Uh, het moet 90 worden. Het is een foutje. Laten we daar maar vanuit gaan. Uh, dat gaan we updaten. Uh, nou, dat is uh, de tweede optie. Dus we gaan uh, niet zeggen uh, find, maar we zeggen update one. En vorige keer deden we insert one. Nu doen we update one. En die update die bestaat eigenlijk uit twee delen. Je moet eerst zeggen wat je gaat updaten. Of welk, welk, welk document je wil gaan updaten. Of welke documenten. Want je kan ook heel veel opgeven. Uh, um, Veranderen. Maar welk uh, document wil je updaten en wat wil je dan wijzigen? Dat is de vraag 2. Nou, we willen dus in ieder geval het document updaten waar TAFER naar de Griek in hoort. Dus, uh, dus we gaan zeggen: Nou, de, uh, we willen een document in ieder geval updaten. Welk document? Nou, in ieder geval een document. En dan krijg je die, te maken met die accolades uh, waar de name TAFER naar de Griek is. Dus dat is het eerste stuk. En dan is het tweede deel van de vraag, ja, en wat wil je dan wijzigen? Nou, dan, uh, dus je krijgt eerst wat, welk document gaat het over? Nou, iedereen die de name-tafele de Griek heeft, komma. En dan, wat wil je updaten? En dan krijg je het commando dollar teken set. Dat is wel belangrijk om te onthouden. Wat moeten we dan aanpassen? Nou, bijvoorbeeld, dan krijg je weer een accolade. Dus het is ook een beetje syntax waar je op moet letten. De rating moet niet 99 worden, maar bijvoorbeeld 90 als je heel fan bent, dan maak je er 120 van. Kan ook. Uh, ik sluit twee keer, hè, want ik heb hier eentje geopend en ik heb daar eentje geopend. En ik sluit de regel af. En als het goed is, zegt hij ja. Zie je, acknowledge is true. Dus het is gelukt. En hij heeft er één geüpdate. En als we weer even kijken naar wat het is geworden, dan zie je nu dat de rating hier 90 is geworden. Als je nu de data wil updaten in de array, bijvoorbeeld in links, dat is een array Stel dat we de tweede uh, willen updaten, omdat de website niet te ver naar de Griek.nl, maar.com is, bijvoorbeeld. Kan je natuurlijk hetzelfde doen? Dus je kan natuurlijk zeggen: update nou, van hetzelfde record. En dan weer de set, hè? maar niet de rating. Maar we gaan nu gewoon zeggen: we gaan de links updaten. En dan krijg je hier heel simpel, of heel simpel, maar. Dit is array, dus dit is 0 en dit is record 1 en dit is 2, dus van 1, dus 0, 1. En daar moet de href van worden aangepast, dus de linker. En uh, de volgende vraag is dan uh, wat moet het worden? Nou. Even snel kopiëren, het scheelt weer tijd. Het moet dit worden, maar.com moet.com worden. Ik zie dat ik een foutje heb gemaakt. Um, ik zie namelijk dat ik hier vergeten ben een accolade te openen. Dat krijg je wel eens als je snel werkt. Zie je, nu is het aangepast. En uh, even kijken wat het is geworden. Zie je, nu is de website aangepast. Dus ook met arrays werkt het zo. Je kan gewoon uh, met de index zeg maar, vertellen welke van de drie je moet hebben. Stel dat we nog wat meer willen filteren, dus dat we zeggen van nou we willen niet, uh, nou, er zit nu maar één record in, maar dat gaat eventjes om het idee. Stel dat we zeggen bij find, gaan we niet, als je niks opgeeft tussen de haakjes, krijg je dus alles. Maar je kan hier dus ook zeggen, nou weet je wat, ik wil uh, dat de rating, dus deze, dat die uh, groter is dan bijvoorbeeld 50. Nou, groter, dat gebeurt uh, met het commando gt, dollar teken gt, dus great. En dan uh, is de vraag, wat dan nou groter dan 50, ik noem maar wat. En dan krijg je natuurlijk taverne de Griek, want dat is, er is maar één record. Maar stel dat ik boven de 150 wil hebben. Dan krijg je dus niks terug, want dit is een rating van 90. Dus je kan ook op deze manier filteren. Als je een record wil opvragen, bijvoorbeeld als onder de 50... en je wil bijvoorbeeld een veld niet meekrijgen, dat kan natuurlijk ook nog. Dus dat we zeggen, nou weet je wat, we krijgen nu de hele JSON... maar dat wil ik eigenlijk niet. Het is een heel uitgebreid document. Ik wil eigenlijk alleen maar een aantal dingen niet. Ik wil bijvoorbeeld alleen de naam terug. Dat scheelt me weer data. Want je moet op een gegeven moment denken dat het... ja, als je heel veel records hebt en er moet heel veel data over je internetlijn... dan wil je het liefst zo weinig mogelijk data ophalen. Dus ik zeg alleen de name... Is 1 uh, dat betekent dus de name als enige wordt opgehaald. Zie je? Dan krijg je dus: ik krijg altijd het uh, object ID terug en de name. Zeg je nou, ik wil dat hele object ID eigenlijk helemaal niet hebben? Dat vind ik lelijk. Ik wil echt alleen de naam hebben. Ik krijg dus standaard altijd het object ID mee. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen: Nou weet je wat, je kan met komma gewoon doorgaan en velden selecteren. Maar stel dat je zegt: Nou, dat ID, dat vind ik echt een. Uh, een rommelig veld wil ik niet. Die wil ik op 0 zetten. Dan krijg je dus alleen uh, de name terug. Dus je kan met ene en nullen in de find. Uh, kan je dus uh, velden aan en uit zetten. En dat scheelt je dus data. En uh, ja, in dit voorbeeld is het heel weinig. Maar als je een enorm grote document hebt. Is het wel fijn om alleen de dingen terug te vragen die je wil weten. En dat is ook een beetje de kracht van dat hele node uh, SQL. Is dat je dus. Uh, ...om kan gaan met hele grote groepen data... ...en dat je dus eigenlijk al aan de serverkant zegt... ...dus in de database al zegt van... Uh, ...voer een aantal uh, filteringen uit... ...en geef me alleen maar de dingen terug die ik wil weten. En dan blijft er natuurlijk als laatste nog één over... ...namelijk het verwijderen van records. Dus dan zou je natuurlijk weer... Uh, ...uit dezelfde database in dezelfde collection... ...heb je natuurlijk geen find... ...maar heb je delete... One. En de vraag is dan, ja, wat wil je dan deleten? Nou, uh, iedereen die deze naam heeft bijvoorbeeld. Zou je kunnen doen. En dat moet je natuurlijk wel even tussen accoladen zetten. Dus iedereen die de name Taverne de Griek heeft, die gaan we verwijderen. En dan hebben we dus uiteindelijk. Uh, dat record gewijzigd, of uh, verwijderd in ieder geval, en dan kunnen we, als je zegt. Uh, ja, nu is hij dus leeg, want we hebben dat net gewijzigd, of uh, verwijderd. Dus op deze manier kan je je uh, GrUD-acties uitvoeren op je MongoDB-server. In het volgende filmpje laat ik je nog kort zien hoe je dat kan doen met heel veel data. Dus nu hebben we één record, maar stel dat we er 20 hebben of 50, hoe ga je daar dan mee om?